FC Groningen wacht zondag de zware uitwedstrijd tegen Ajax. De Amsterdammers zijn nog volop in de race om het kampioenschap. FC Groningen kan tegen Ajax weer beschikken over Andreas Granqvist. Hij keert terug na een schorsing. Morten Nordstrand en Luciano zijn geblesseerd en niet inzetbaar. Ook het meespelen van Mike Zonneveld is nog twijfelachtig. Ja, Mike is al 3 dagen ziek en hij is vorige week ook gewisseld in verband met de Achillespeesklachten. En daar heeft hij nog steeds last van. Ik denk dat dat een groot vraagteken wordt, Mike. Tom Hiarie verliest zijn plek in de basis aan Daley Blind. Blind speelde tegen NAC nog in het centrum van de verdediging. Nu verhuist de Ajax-huurling weer naar de rechtsbackplaats. Het 20-jarige talent is wekelijks een van de uitblinkers bij Groningen. Het is wel verrassend dat het zo goed gaat. Ik wist wel dat ik in de beloftecompetitie toch wel een beetje aan het ontgroeien was. Het ging steeds beter elke week en toen wil je toch wat hoger op. Het is nu een hartstikke goede ontwikkeling voor mij en ik ben ook blij dat Groningen me deze kans geboden heeft. Daley Blind speelt zondag tegen zijn club Ajax. Zeker een speciale wedstrijd voor mij, maar dat lijkt me wel logisch. Ajax is toch altijd mijn club geweest en nog steeds. Dus nu speel ik voor Groningen en ik ben ook een sportman, dus ik wil gewoon winnen zondag. Ik heb hem verteld dat ik voor het eerst van Zwolle naar Groningen ging. En de eerste wedstrijd in de competitie was Zwolle thuis tegen FC Groningen. Hoe ik me toen voelde. Ik heb ook gezegd, er zal heel veel aandacht komen van pers. Spring er maar gewoon in. Geef maar gewoon antwoord. En laat je er niet door afleiden. Want dat zijn allemaal dingen. Ja, dat neem je allemaal mee in je bagage. En verder heb ik met hem over gehad over Jan Vertonghen. Die was uitgeleend aan RKC. En die scoorde tegen Ajax. En Ajax werd toen geen kampioen. En hij heeft me verzekerd dat als hij een kans krijgt, dat hij hem er gewoon inschiet. Dus zult zien als hij wat extra zenuwachtig is. Prima. Ajax is in eigen stadion nog ongeslagen. Het heeft alleen maar punten verspeeld tegen Sparta. Ze hebben gewoon heel veel scorend vermogen en op het moment dat ze voorkomen en ze zijn zo snel in de tegenaanval, in de counter. Ik denk dat ze daar nog gevaarlijker in zijn. Daarbij hebben ze natuurlijk, Luis Suarez kennen we natuurlijk hartstikke goed en die gunnen we van alles, alleen zonder even niet. En die heeft natuurlijk zoveel individuele klassen. Maar je ziet dat Ajax zich ook ontwikkelt. Ze hebben met 6-0 van Go Ahead gewonnen en Suarez heeft niet eens gescoord. Dus je kunt niet alleen maar op hem letten. Het is een goed voetballende ploeg, een jonge ploeg die zich ontwikkeld heeft. Maar er zijn ook wel wat dingen dat we denken van, daar kunnen wij van profiteren. En we hebben zelf ook een goede ploeg, vind ik. Vandaag tekende Brian van Loo voor 2 jaar bij. De keeper kwam in 2006 over van Heracles Almelo. In de arena wacht van Loo waarschijnlijk een drukke middag.